Zoals jullie weten, vanochtend is natuurlijk de V10.4 update gedropt. En dat betekent ook weer map changes in deze prachtige map. Wij gaan het in deze video het daarover hebben. Er zijn er niet al te veel. Ik heb namelijk in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 map changes. Dus laten we gelijk beginnen. Als jullie nog eventjes snel een blauw duimpje omhoog willen doen, abonneren kan natuurlijk ook. En je kunt ons natuurlijk supporten in de itemshop met de code... Te veel gevraagd. Yes, de eerste map change is niet echt een map change wat met de update te maken heeft. Maar ik dacht, laat ik het gewoon eventjes snel laten zien voor degene die het niet echt door heeft. Namelijk Cube Island is al op deze locatie. En dit ding gaat snel, jongen. Dat is echt niet normaal. Hij heeft bijna een heel rondje gemaakt door de gehele map heen. En ik dacht, ik laat het gewoon eventjes snel aan jullie zien. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En ja, bij zo'n update, het gebeurt elke keer weer, hè. Namelijk de blok die wordt aangepast. En zoals jullie zien, de blok is inderdaad helemaal aangepast. En dit is volgens mij in Pandora-stijl. Dus dat betekent dat als je hierin gaat, dat je dan in een Pandora-look komt, zeg maar. Dat zien we ook aan de bol die er omheen zit. Dit is volgens mij nog niet eerder gebeurd. Dus dat is zeker weten interessant dat ze dit hebben gedaan. Je ziet het ook, hè. De gehele stijl is eigenlijk een beetje in Borderlands-stijl, kun je wel zeggen. Dit is eigenlijk een beetje een tweede promotie. Zo kun je het ook wel noemen. En dat maakt natuurlijk niks uit. Want volgens mij... heeft Epic Games Borderlands gemaakt. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval, super dik natuurlijk. Een blok van Sunday. Zondag. Is het vandaag zondag? Nee. Maar goed, in ieder geval een vette blok. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En ja, die zie je gelijk hiernaast al. Je hebt hem misschien al wel gezien. Namelijk een nieuwe point of interest genaamd... Ja, weet ik niet. Ik kan geen namen zien op de map, maar jullie zien het. Hij staat hier boven Pleasant Park en naast Junction. En echt waar, dit is een vette locatie. Want dit is letterlijk een verouderde plek van de oude plek die er niet meer in zit. Klinkt misschien heel gek, maar hier hadden we zeg maar een ruïne van. Dus dit was helemaal afgebroken. Maar nu zien we dat de huizen gewoon opgebouwd worden. Jullie zien het hier zelfs. Dat is natuurlijk super nice. Ik verwacht dat dit gebouwtje nog wel helemaal wordt gemaakt. En dat dat nog voor het einde van het seizoen gebeurt. Want ja, we krijgen natuurlijk een nieuwe map. Tenminste, dat is wat te denken. En ik moet zeggen, het is echt super vet. Ik ging hier toen straks droppen. En zoveel mensen gingen erheen. Hè. Ik had volgens mij echt 6 teams op mij. En toen ging ik dood. Dat was wel jammer. Maar ik moet zeggen, een hele vette locatie. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En ja, dit is een map change bij de locatie van het voetbalstadion. Namelijk op deze locatie. Ja, jullie zien het al, hè. Er wordt hout neergelegd door, natuurlijk ook, hier zo de truck. Allemaal houtpallets. Plus een chest. Dus je kunt hier gigantisch veel hout gaan halen. En dat is natuurlijk super chill. Hier wordt dus dat huisje gebouwd. Wat we ook zien bij Fatal Fields. Daar ga ik zo meteen nog heen. Want daar is ook een map change. Dus dat is natuurlijk super nice. En hier zien we ook een chest. Dit wordt gewoon weer zo'n goed huisje. Maar ik vraag me af hoe snel dat huisje gebouwd gaat worden. Want we hebben niet heel erg veel weken meer. Maar in principe, ja, dat hout is natuurlijk niet verkeerd. Laten we doorgaan naar de volgende map change. En ja, daarvoor gaan we eventjes naar Dusty Depot. Namelijk de schermen. Waar de scientist bezig is. Die is weer veranderd, zoals jullie zien. We zien hier... moeten we een beetje goed kijken. Nou, op dit scherm zie je het beter. Je ziet hier de Mac staan. En het lijkt erop dat de Mac een virus heeft. Dus dat is natuurlijk super grappig om te zien. Ik hoop echt dat de Mac eraan overlijdt. Als ik heel eerlijk ben. Ik hoop dat de Mac gewoon weggaat. Dus goed nieuws dat de Mac nu een infectie heeft. En het klinkt misschien heel hard. Maar de Mac is en blijft wel redelijk vervelend. Dus laten we met z'n allen hopen dat hij met deze reden, door die infectie, gewoon uit de game wordt gehaald. In ieder geval in Season 11. Ja, dat gaat waarschijnlijk al wel gebeuren. Maar in ieder geval, dit is een kleine map change. Hiernaast zien we ook dat het onderdeel wat gescand wordt weer veranderd is. En even kijken. Oh, nu zien we het beter als ik hem af laat spelen. En nu is het dus dit item. En in principe, al deze items die hier liggen, die zijn al gescand. En vandaar dat hij ook weet dat de Mac een infectie heeft. Dus dat is super nice. Laten we doorgaan naar de allerlaatste map change alweer. En ja, ik zei het al. Ik ga naar het huisje bij Fatal Fields. En zoals jullie zien, het huisje is na jaren werk af. Oké, dat is een beetje overdreven. Maar echt na maanden werk is het huisje helemaal af hoor. De binnenkant is af. Ja, er is niet zoveel eigenlijk. 1 chest daar, 2 chesten. En hier is het in principe ook niks. Maar waar zijn alle houtpallets gebleven? Oh,
dat is echt zonde. Dus dit is eigenlijk een heel erg slecht huisje geworden. Het was een chill huisje in de vorige update. Maar nu is er gewoon helemaal niks meer te vinden. Behalve dan 2 chests of 3 chests. Kijken, 2. Maar 2 chests. 1, 2. Ja, hier is niks. Oké, dit is echt bad. Dit is really bad. Dus je kunt beter naar dit bosje gaan voor hout. Hier vind je ook vaak gewoon wapens en zo. Dus nee, dit huisje is niet goed meer. Daarvoor moeten we, ja, denk ik, zijn gewoon bij het huisje wat nu wordt gemaakt. Bij het voetbalstadion. Tenminste, waar het voetbalstadion was. Goed jongens, dit was het einde van de video alweer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de map changes. Dit waren ze allemaal. En nee, bij dit huisje hier, zo bij dit tv's, is niks veranderd. Ik heb dat gecheckt. En ja, volgens mij hebben we het letterlijk volgens, ja, denk alles gehad. Dus ja, als jij misschien nog iets hebt gevonden wat ik heb gemist, wat waarschijnlijk niet zo is, laat dat eventjes achter in de reacties of stuur dat op Twitter, @teveelgevraagd. En druk nog eventjes op het duimpje omhoog, dat zou super nice zijn. Abonneren kan natuurlijk ook. En je kunt ons supporten in de itemshop met de code teveelgevraagd. En ja, tot de volgende video mensen. Peace out.